Welkom bij de kennisclip over tijd en tijdrekening. Tijd kan gezien worden als de vierde coördinaat van een positie, omdat bijvoorbeeld een schip op een bepaald tijdstip in een bepaalde positie is. Tijdens het varen wordt in de zeekaart ook altijd bij een geplotte positie het tijdstip vermeld waarop het schip zich in die positie bevindt. Tijdrekening op aarde is gebaseerd op de beide rotaties van de aarde. Deze beide rotaties zijn de dagelijkse beweging rond de aardas, die ongeveer 24 uur duurt, en de jaarlijkse beweging van de aarde rond de zon, die ongeveer 365 dagen duurt. Door de dagelijkse beweging ontstaat dag en nacht, ten gevolge van de jaarlijkse beweging ontstaan de seizoen. Een waarnemer die met de aarde meedraait, merkt niets van de rotaties van de aarde. Voor hem of haar is het net alsof de aarde stilstaat en of de hemellichaam rond de aarde draait. Deze schijnbare beweging van de hemellichamen wordt de schijnbaar dagelijkse beweging genoemd. De schijnbaar dagelijkse beweging is tegengesteld aan de aardrotatie. Omdat bijvoorbeeld de zon 360 graden aflegt in 24 uur, is de rotatiesnelheid van de schijnbaar dagelijkse beweging gelijk aan 15 graden per uur. Het hemellichaam waarop onze tijdrekening gebaseerd is, is de zon. Staat de zon loodrecht boven de tegenmeridiaan van waarnemer A, dan is het middernacht, oftewel 00 uur, voor de waarnemer in positie A. Staat de zon in de meridiaan van de waarnemer, dan is het 12 uur voor de waarnemer A. Iedere meridiaan heeft dus zijn eigen tijd. Dit wordt local mean time genoemd. In de figuur kijken we vanaf recht boven de Noordpool naar de aarde. Positie A heeft een lengte van 15 graden oost. De meridiaan van Greenwich is ook getekend met een lengte van 0 graden. En de lengte van positie B is 30 graden west. Bevindt de zon zich in positie 1, dan is het middernacht voor positie A. Oftewel, het is 00 uur LMT voor positie A. Bevindt de zon zich in positie 2, dan is het 00 uur local mean time voor de meridiaan van Greenwich. In positie A is het dan 1 uur later. In positie 3 is het 00 uur local mean time voor de waarnemer in positie B. In Greenwich is het dan al 2 uur later, omdat de zon 30 graden aflegt in 2 uur. En in positie A is het dan al 3 uur. De conclusie is dat iedere meridiaan zijn eigen local mean time heeft. De local mean time van Greenwich wordt ook wel GMT genoemd, Greenwich Mean Time, en wordt ook wel aangeduid met UTC. In het oosten is het altijd later dan in het westen. Als de tijden nog even vergeleken worden, dan is het in positie A altijd later dan in Greenwich of dan in positie B. Het is niet handig om een klok gelijk te laten lopen met local mean time, omdat iedere meridiaan zijn eigen local mean time heeft. Om in een groot gebied dezelfde tijd aan te kunnen houden, is de zonetijd geïntroduceerd. Er zijn 24 tijdzones gecreëerd die aangeduid worden met een letter.
Engeland ligt bijvoorbeeld in tijdzone Z of Zulu en Duitsland in tijdzone A of Alpha. De letter J wordt niet gebruikt en de tijdzone rond de 180 graden meridiaan is in tweeën gedeeld met de letters Mike en Yankee. Een tijdzone heeft een centrale meridiaan die in het midden van de zon ligt. De centrale meridiaan heeft een lengte die een veelvoud is van 15 graden. In de figuur is dit bijvoorbeeld de meridiaan van 75 graden west. Een tijdzone is 15 lengtegraden breed, 7,5 graden aan weerszijden van de centrale meridiaan. De meridianen die de zone begrenzen, worden de zonegrenzen genoemd. In deze gehele zone wordt de local mean time van de centrale meridiaan aangehouden. En dit wordt de zonetijd van de betreffende zone genoemd. 75 graden gedeeld door 15 is 5 en dit betekent dat het zonetijdverschil in de GMT 5 uur is. Omdat het 75 graden west is, is het vroeger dan in GMT en het zonetijdverschil is dus min 5 uur. Positie A heeft een lengte van 123 graden 56 minuten. Als we deze lengte delen door 15, dan komt er 8,262 uit. Afgerond is dit 8 uur. Positie A ligt op westerlengte. Dit betekent dat het zonetijdverschil gelijk is aan min 8 uur. En er geldt dat de zonetijd gelijk is aan GMT min 8 uur. Deze tijdzone wordt aangeduid met de letter U, uniform. Positie B bevindt zich bijvoorbeeld op 86 graden 15 minuten oost. Als we deze lengte delen door 15, dan komt er 5,75 uit en afgerond is dit 6 uur. Positie B ligt op oosterlengte. En het zonetijdverschil is dan plus 6 uur. En de zonetijd is GMT plus 6 uur. Dit is de tijdzone Foxtrot. In de tijdzone met als centrale meridiaan 180 graden oost of west doet zich een probleem voor. Het zonetijdverschil voor deze zone is 12 uur omdat 180 gedeeld door 15 gelijk is aan 12. In het westelijk deel van deze zone is het tijdverschil plus 12 uur, dus 12 uur later dan GMT. In het oostelijk deel van deze zone is het verschil min 12 uur en dan is het dus vroeger dan GMT. Stel nu dat het op een bepaald moment 1400 GMT is op 23 januari. In het oostelijk deel van de zone is het dan 2 uur 's nachts nog steeds op 23 januari. In het westelijk deel van de zone is het ook 2 uur 's nachts, maar dan van 24 januari. De 180 graden meridiaan is dus de datumgrens. In beide delen van de zone is het dus net zo laat, maar er zit één dag verschil in datum tussen beide delen van de zone. Zoals in deze figuur te zien is, liggen veel landen niet precies in één zone. Toch willen we wel graag één tijd aanhouden in een land. De tijd die in een bepaald land aangehouden wordt, wordt de standaardtijd of legal time genoemd. Deze komt soms overeen met zonetijd,
maar soms ook niet. Voor Nederland bijvoorbeeld is de zonnetijd gelijk aan GMT of Zulu, maar de standaardtijd in Nederland is GMT plus 1 uur, oftewel alfa-tijd. In Europa wordt dit ook wel de Middel-Europese tijd genoemd. In deze wereldkaart is voor een groot aantal landen te zien wat de standaardtijd is. Sommige landen, zoals de Verenigde Staten en Rusland, houden verschillende standaardtijden aan in verschillende delen van het land. Het verschil tussen standaardtijd en GMT wordt het standaardtijdverschil genoemd. Voor landen op het oostelijk halfrond is dit in het algemeen een positief getal en voor landen op het westelijk halfrond een negatief getal. Wat het standaardtijdverschil van een bepaald land is, kan opgezocht worden in onder andere de Nautical Almanac. In de Nautical Almanac zijn drie lijsten opgenomen. In deze figuur zie je lijst 1 en in deze lijst vind je landen met een positief standaardverschil. Deze landen liggen dus voornamelijk ten oosten van Greenwich. In Hongkong is het bijvoorbeeld 8 uur later dan GMT en in Afghanistan is het 4 uur en 30 minuten later dan GMT. Lijst 2 bevat de landen die als standaardtijd GMT aanhouden. Het standaardtijdverschil is dus 0 uur. Dit geldt bijvoorbeeld voor Marokko en Portugal. Lijst 3 bevat de landen met een negatief standaardtijdverschil. En deze landen liggen voornamelijk ten westen van Greenwich. Op de Bahama's zit het standaardtijdverschil bijvoorbeeld min 5 uur en voor Chili is dit min 4 uur. Uitgebreider informatie over standaardtijden is te vinden in de Admiralty List of Radio Signals volume 2 onder het hoofdstuk Legal Time. Behalve het standaardtijdverschil wordt ook aangegeven of er zomertijd of daylight saving time aangehouden wordt in een land, wanneer deze zomertijd ingaat en wat het tijdverschil met GMT dan wordt. De manier waarop het standaardtijdverschil aangegeven wordt is een beetje vervelend of verwarrend. Zoals je in de aanhef kunt zien, geeft een negatief getal aan dat de standaardtijd voorloopt op GMT. Het standaardtijdverschil is dan dus positief. Een positief getal in de tabel geeft aan dat standaardtijd achterloopt op GMT. Het standaardtijdverschil is dan dus negatief. Voor Angola wordt bijvoorbeeld min 1 vermeld. Het standaardtijdverschil is echter plus 1. Bij Argentinië wordt bijvoorbeeld plus 3 vermeld in de lijst. Argentinië ligt echter op het westelijk halfrond en het standaardtijdverschil is dan dus min 3. Bij het ingaan van zomertijd of daylight saving time wordt bij de standaardtijd 1 uur opgeteld. De klok wordt 1 uur vooruitgezet. Het standaardtijdverschil voor de Bahama's is min 5 uur. Bij zomertijd wordt het verschil met GMT min 4 uur. Liggend in een bepaalde haven wordt meestal de lokale tijd van die haven aangehouden. Dit is de zogenaamde lokale tijd en kan de standaardtijd of zomertijd zijn. Bij aankomst in de haven van bestemming wordt de lokale tijd van die haven aangehouden. In het algemeen zullen deze beide lokale tijden verschillen en gedurende de reis zal de klok dus verzet moeten worden.
Als je vanuit Rotterdam naar Australië vertrekt, moet de klok bijvoorbeeld vooruit verzet worden. En bij vertrek van Hamburg naar New York moet de klok achteruit gezet worden. Om dit verzetten van de klok een beetje gelijkmatig te laten verlopen, wordt gedurende de oceaanoversteek als boordtijd meestal de zonnetijd gebruikt. In deze kennisclip zijn de begrippen local mean time en Greenwich mean time geïntroduceerd. Local mean time blijkt geen handige tijd te zijn om aan te houden. Om in een groter gebied dezelfde tijd aan te houden, zijn de tijdzones en de zonetijd geïntroduceerd. De tijd die in een bepaald land wordt aangehouden is de standaardtijd of legal time en soms de zomertijd. De algemene term hiervoor is lokale tijd, niet te verwarren met local mean time. De tijd die aan boord aangehouden wordt, wordt de boordtijd genoemd. In een haven zal dit de lokale tijd zijn en op zee zal dit overeenkomen met de zonetijd.